Van harte welkom bij deze aflevering van TSC TV met het verslag en de achtergronden van de wedstrijd TSC tegen GVVV uit Veenendaal. Na twee bittere nederlagen brak zaterdag de lach door bij TSC. De in de tweede divisie laag geclasseerde Tielenaren klopte verrassend de nummer 2 van de ranglijst, GVVV, volkomen verdiend met 4-2. Niet alleen de overwinning zorgde voor vreugde. Ook de terugkeer van verdediger Erik van Dee na een slepende blessure stemde tot tevredenheid. Van Dee kwam in het elftal omdat TSC te maken kreeg met blessures van Sven van Inge en Matthijs van Gessel. De voortekeningen voor TSC waren in de aanloop naar de regionale derby niet goed. Twee voorafgaande grote nederlagen, blessures voor twee basisspelers en een ijzersterke tegenstander. Daar kwam in de warming-up nog een blessure van Kurtley de Wind bij. Jip Bartels was zijn vervanger. Allereerst de opstelling van beide ploegen. We beginnen bij TSC. Op doel Van der Sman. In de achterhoede Kiyomeni, Shakison, Van Dee en Onyeki. Op het middenveld Nouri, Alleskan, Westerlaken en Senaki. En de voorhoede van TSC werd in deze wedstrijd gevormd door Vink en Bartels. Dan de elf van GVVV. Jansen op doel. In de achterhoede Adnane, Hulsbos, Bonke en Den Hattog. Op het middenveld Tervoort, Mulder en Terschegget. En de voorhoede van GVVV werd gevormd door Latuperissa, Heesakkers en Van Eck. Al in de eerste minuut leek Cavano Latuperissa op weg naar de openingstreffer voor GVVV. Rendel Shakison was echter met zijn snelheid net op tijd om de inzet te blokken. De eerste kans voor TSC kwam na 10 minuten voor Walter Kiyomeni. Hij profiteerde van een doorgeschoten lange bal. Alleen voor doelman Johan Jansen schoot hij slordig over. Het meeste gevaar kwam van enkele voorzetten van de bezoekers. Het leverde hachelijke situaties op, maar geen treffer. Die viel aan de andere kant. Bartels kreeg een diepe bal en legde zorgvuldig aan. Hard vloog de bal in de verre hoek langs de doelman. 1-0 voor TSC. Voor rust mazzelde TSC toen na een corner de kopbal van Wouter Bonke door de lat werd gekeerd. Kort voor rust moest TSC opnieuw een tegenvaller incasseren. Kiyomeni viel geblesseerd uit. Kort na rust kreeg het publiek een werelddoelpunt voorgeschoteld. Wimilio Vink soleerde langs drie man, zag Jansen te ver voor zijn doel staan en verschalkte de keeper met een weergaloze lop. 2-0. In de tweede minuut van de tweede helft, 2-0 voor TSC, doelpuntenmaker Wimilio Vink. GVVV bleef aanvallend ongevaarlijk. Toen Bartels een bal veroverde op het middenveld, resulteerde dat in een voorzet van Nehemia Senaki. Vink ronde opnieuw schitterend af. 3-0. Ja! 20 minuten voor tijd deed Robin Mulder wat terug. 3-1. In de 25e minuut is er gescoord door GVVV. Daardoor wordt de stand 3-1. Mulder maakte er kort voor tijd ook nog 3-2 van. Invaller Troemeen Balrak voltrok het definitieve vonnis over GVVV. Vink legde bij een counter de bal prima terug. Balrak passeerde dan vervolgens de uitgelopen Jansen. 4-2. Gespeeld 4-2 voor TSC. Doelpunt te maken als we het goed gezien hebben. Troemeen Balrak.
Hartstikke idee! Frits, noodgedwongen een aantal wissels van tevoren in die ploeg en dat heeft heel goed uitgepakt. Dat kun je wel zeggen, ja. We zijn heel erg tevreden over het optreden van de jongens die de boel hebben vervangen. En eigenlijk is het vorige week al een beetje begonnen met Obioni Eiken. Nou, Erik van Dee heeft vandaag het Sven van Dingen fantastisch vervangen. Prima gedaan. Nou ja, Walter is uiteindelijk weer terug op zijn linksbackplaats gekomen omdat Matthijs van de week geblesseerd raakte. Ja, en dan heb je ook nog eens een keer dat in de warming-up Curtly de Wind geblesseerd raakt. Ja, en dan gaat Jebattas, die gaat zijn beste wedstrijd spelen van dit seizoen. Ja, nou, daar valt weinig aan toe te voegen. Van tevoren zijn er harde woorden gevallen. Ja, er is van de week wel even gesproken. En daar zijn we mee begonnen in de nabespreking afgelopen maandag. En ja, daar is wel het een en ander gezegd, ja. En nu hebben we deze drie punten in de knip. Ongekend eigenlijk, hè, van GVVV, de nummer 2 uit die tweede divisie. Ja. Er zit dus nog veel meer rek in. Ja, goed. We hebben dat net in de kleedkamer ook gezegd. Kijk, als wij de dingen doen die we moeten doen, dan hebben wij een goed elftal. Maar dan moeten we wel de dingen doen die we moeten doen. En wat we vandaag hebben gedaan, ook tactisch, dat is dat we GVV in ieder geval de ruimte hebben gegeven om gewoon te voetballen. Wij hebben gezegd, wij gaan niet vooruit pressen. We gaan ter hoogte van de middenlijn, net iets over de middenlijn, gaan we ze opvangen. Ja, en dat heeft goed uitgepakt, want we hebben eigenlijk qua kansen hebben we weinig weggegeven. Alleen ik baal wel van die twee tegengoals. Die twee momenten brengen ons toch weer een beetje aan het bibberen. Maar goed, GVV staat niet voor niets tweede. Hè? Het zijn voorin allemaal beren. Wat dat betreft hebben ze de juiste trainer. Ja, maar goed, je hoeft niet altijd met hele grote sterke spelers te spelen. Je ziet ook dat, kijk, Erik van Dee is natuurlijk ook niet die is ook geen 1,90, maar hij kan wel springen, hij kan wel koppen. En hij kan zijn verdedigende werk goed doen. Dus uiteindelijk is het een wedstrijd geweest waarin wij toch gedurende de wedstrijd het beter van het spel hielden. En met name in de counters, want we zijn ook nog een paar keer echt slordig geweest in de counter, hè. Nu volgende week Jong AZ uit. Nou, dan moeten we die ook maar pakken. Hè? De koplopen, ja. Ja, nou goed, Jong AZ uit zal heel moeilijk zijn. Maar nogmaals, ik heb AZ ook geanalyseerd. Ik heb AZ een paar keer gezien. Ik heb ook veel beelden gezien van AZ. Aan de andere kant is het wel zo dat AZ thuis is natuurlijk een andere tegenstander als AZ uit. En ik denk dat thuis hun ook de mogelijkheid hebben om het elftal zo sterk mogelijk op te stellen. En dat zullen ze zeker doen tegen ons. John de Wolf, trainer van GVV Veenendaal. Een verrassing. Ja, het was een verrassing, ja, dat klopt. Van tevoren, wat was jouw inschatting als je naar Tiel toe zou huizen? Want je hebt ze eerder al bekeken, ook in Haarlem. Toen speelde die club heel anders dan nu. Jouw beleving? Nou, ik heb ze niet anders zien spelen als toen, hoor. Dus we moeten ook weer niet gaan denken dat wij van Tech verloren hebben. We hebben van onszelf verloren vandaag. Heeft het te maken met inzet van spelers? Nou, als je gaat analyseren hoe wij de goals tegenkrijgen, nou, dat zegt genoeg, denk ik. Wij geven de goals cadeau. En dan komen we eigenlijk nog op ongelofelijke wijze komen we terug op 3-2. En dan geven we die vierde goal, die geven we weer zo weg. Ja, daar is niet tegen aan te voetballen. En, ja, ik had er van tevoren anders over gedacht. Hè. We hebben ze zeker niet onderschat, maar ook niet overschat. En, Tech heeft gespeeld zoals ik verwacht had dat ze zouden spelen. Maar ja, dat moet zeggen dat wij hadden daar wat beter wat tegenover moeten zetten. Als je kijkt naar GVVV, jullie doen het hartstikke goed dit seizoen, hè, tweede. Nu verder? Ja, we gaan verder. Tuurlijk gaan we verder. Ja, goed, maar is dit een les geweest? Iets andere speelwijze, andere spelers? Nee, ja, laten we in ieder geval hopen dat het de les is van de goals hoe we die weggeven. Of dat de les is geweest voor mijn spelers. Ja, volgens mij dit seizoen niet eerder met 4 tegengoals verloren. Dus dat is dan wel een pluspunt voor die Tielse club. Nou, we hebben Jong AZ thuis gehad. Dat was 1-4. Dus we hebben wel 4 goals tegen gehad. En, ja, weet je, kijk, normaal gesproken kan er 1 of 2 slecht spelen. En nu was er 1 speler die mij wel een voldoende haalde en de rest onvoldoende. En dan in deze competitie is dat niet genoeg om van een tegenstander te winnen.
Ibo, alles kan. We hebben het oude TSC weer gezien vanavond. Hè? Strijden en goed voetbal. Ja, ik denk dat wij na de laatste twee weken denk ik dat we weer laten zien hebben wat we kunnen. En wat eigenlijk hoort bij ons. Dat strijden, goed voetbal eigenlijk. Gedisciplineerd. En dat kwam zeker goed uit vandaag. Ja, en jou heeft dat nooit gelegen. Hè? Dat strijdverhaal, maar ook vandaag zat dat weer lekker erin. Hè? Ja, het was heerlijk vandaag. We stonden heel goed met elkaar samen. Lekker compact. En dan goed eruit komen. Voetballend met snelle mensen. Ja, en als je dan die kansen maakt, dan is dat heerlijk ideaal voor ons natuurlijk. GVVV die staat tweede. Krijg hier gewoon flink aan de broek, zo moet je het gewoon stellen. Er zit veel meer in de ploeg, hè? Ja, ik denk dat we maken goed die 1-0 eerste helft. En dan tweede helft loopt snel tot 2-2-3-0. En ik denk dat wij daarna wel met die mogelijkheden kansen nog meer kunnen uitlopen eigenlijk. En dan maken we het eigenlijk onnodig nog spannend aan het eind. Het kan dus. Ja, absoluut. Maar dat wisten wij ook al. Alleen het moest gewoon weer erin komen in het team. Dat geloof moest er weer in komen. Dat we nog meer moesten strijden tegen dit soort tegenstanders in de tweede divisie. Dat moest er weer in komen. Ja, en dat hebben we vandaag goed laten zien. En dan hopen we dat we dit nog zeker tot de winststop door kunnen trekken. Nou, dit biedt zeker perspectieven. Ook jouw positie op het veld. Dat is wel de ideale plaats waar jij zelf ook goed tot je recht komt. Hè? Daar sta ik het liefst natuurlijk. En ik heb vandaag weer, een goede pot gespeeld daar. En dan, ik hoop dat ik mezelf ook weer goed kan ontwikkelen daar. En dat ik van meerwaarde kan zijn voor het team daar ook. Mag ik zeggen gewoon hè? Graag, ja zeker. Hè. Dat zijn goede woorden eigenlijk voor deze avond. Nou, vanaf moment nummer 1 was het duidelijk, GVVV, jullie krijgen vandaag hier helemaal niks. Ja, nee, zeker waar. We hebben deze week met elkaar gesproken. Normaal ben ik niet zo van het praten over dit soort dingen. Ik ben meer van het niet lullen, maar voetballen. En ik denk dat we een goed antwoord hebben gegeven op ons spel van de afgelopen week. Even analyse van de wedstrijd, vertel. Nou, ik denk dat we een duidelijk plan hadden vandaag. En ik denk dat we het heel goed hebben uitgevoerd. Je zag duidelijk dat GVV geen antwoord had op ons spel. We kwamen gevaarlijk uit. Ik denk dat we het al eerder 2-3-4-0 moeten maken. Nu maken we het onnodig spannend. 3-2 weer. Ja, het is iets wat altijd terugkomt bij ons eigenlijk. Dat we nooit een keer eigenlijk één keer gedaan dit jaar. 0-3 gewonnen. Gewoon zakelijk. En dat is echt iets wat we moeten leren. Want nu is het leuk, we hebben 4-2 gewonnen. Maar voor hetzelfde geld, we hebben het ook in de kleedkamer besproken, maak je 3-3. Ja, dan word je helemaal gek als je 2x5-0 verliest, dan nog in de laatste minuut 3-3 tegenkrijgt. Ja, nou gelukkig maakt Kroes doelpunt. Ik ben heel blij voor hem. Hij is lang uit geweest, altijd pech met blessures. En ik vond het leuk om voor hem eruit te gaan en dat hij een doelpunt mag maken. Emilio Vink, 2 treffers. Dit moet een lekker gevoel zijn voor jou. Ja, zeker. Vooral naar 2x5-0 nederlagen. En dan is het zeker lekker om thuis van GVV hier te winnen. Ja, de strijd die was er. Je hebt lekker gevoetbald. Je hebt wel 2 doelpunten tegengekregen. Maar voor die nummer 2 had je eigenlijk meer verwacht, hè? Ja, we hoorden van iedereen, het is een sterk team. Maar wij weten ook wat we zelf kunnen. En ik denk dat we de afgelopen 2 wedstrijden gewoon ook een beetje naïef hebben gespeeld. En gewoon niet goed. En zoals je ziet, we kunnen heel goed voetballen. En voorin in omschakelen zijn we heel sterk. En dan is het nog kloten dat je 2 goals natuurlijk tegenkrijgt. Want het kan maar zo dan ineens nog omvallen dat het 3-3 wordt. En gelukkig scoren we nog een goede goal aan het eind, 4-2. En dan is de wedstrijd beslist. Even je eigen spel analyseer. Ja, goed gevoel aan overgehouden. We speelden wat compacter vandaag. En in de omschakeling moesten ik en de 3 voorsten vooral belangrijk zijn. En dat is denk ik wel gelukt. Ja, er zijn deze week harde noten gekraakt, hè? In het elftal zelf. Lek is boven. Ook jij kreeg je postje natuurlijk. Er moet altijd gewerkt worden en dan zie je dus resultaat. Ja, klopt. Iedereen moet gewoon keihard werken. Maakt niet uit wie dat is. En ik denk dat we dat vandaag als team zeker hebben gedaan. En ja, je ziet het. Het brengt gelijk resultaat. Ja, met jouw spel ben jij man of the match geworden. Daarmee feliciteren we je van harte. Ja, dankjewel. Dan de uitslagen van de op 26 november gespeelde wedstrijden in de tweede divisie. Katwijk Jong Vitesse 3-0. Excelsior Maassluis Koninklijke HFC 0-3. HHC Hardenberg AFC 1-0. Kozakkenboys Spakenburg 4-3. Barendrecht VVSB 1-1. Jong AZ FC Linde 2-0. Jong Sparta UNA 4-0. En TC GVVV 4-2. Dan de stand per 26 november 2016.
Bovenaan Jong AZ, 15 wedstrijden gespeeld, 34 punten. Kozakken Boys nu tweede, 27 punten. En GVVV is door het verlies tegen TSC gezakt van plaats 2 naar nummer 3. 27 punten uit 15 gespeelde wedstrijden. FC Linden vinden we terug op plaats 12. 17 punten met 15 gespeelde wedstrijden. En TSC nog steeds in de onderste regionen. 16 punten uit 15 gespeelde wedstrijden. Dan de beoordeling van de spelers. Emilio Vink, hij scoorde voor het eerst dit seizoen een 8,5. Obi Onyeke een 8, Jip Bartels een 8, Erik van Dee een 7,5, Troemeen Balrak een 7,5, Walter Kiomeni een 7,5, Ibrahim Alleskan ook een 7,5, Nehemia Sanaki een 7,5 en Bart Westerlaak ook, hij scoorde een 7,5. Rendel Sjakison een 7, Sebastian van der Sman een 7, Joel Sanaki een 7, Aki Takasawa een 7 en Mohamed Nouri, hij scoorde een 6,5. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is op zondag 11 november. Dan wordt vanaf 2 uur gespeeld tegen VVSB uit Noordwijkerhout. De eerstvolgende uitwedstrijd van TSC is zondag 4 december. Die wedstrijd begint om 2 uur. Dan reist TSC af naar Alkmaar voor de wedstrijd tegen Jong AZ. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.